words put together, joy and business. Well, eigenlijk gaat het waar het over gaat. Ik heb een gesprek met Gary Douglas. Hij is de oprichter van Access Consciousness. Vele jaren terug, er was iets daar wat iemand koos, iets in de business ding. En ik heb zoiets van, waarom kiezen ze dit? Waarom doen ze dit? En ik dacht van, hoe bedoel je? En van, dat is wat ik... Hi Simone. Hallo Maggie. Oh, great, thank you. And how are you? Awesome. Okay. So today we have this beautiful book called Joy of Business. And the author... Daarom heb jij dus je baan, daarom kies je dit. En omdat je dan werkelijk leuk, dat je leuk vindt. En dan ga ik van, nee, business Simone, in deze realiteit is niet gedaan vanuit... ik word niet uitgevoerd omdat ze het leuk vinden. En ik van, wat? Het was voor mij zoiets van, oh, dat, weet je, ik snap hem niet. Want ik dacht echt dat iedereen, als je een baan hebt, dat je het leuk, daarom doe je dat. Ja, het geeft jou geld en ook betaalt de rekeningen. Maar je moet wel leuk vinden, je moet wel je baan leuk vinden. En ik heb altijd leuk gevonden wat ik deed. En ik heb seminars gedaan met tools toen ik het tools had. En mensen komen naar me toe en ik van, oh mijn god, het geeft mij echt heel veel vrijheid. En ik dacht van, goh, iedereen functioneert toch op deze manier. Het is een van de momenten waarvan ik zoiets van heb van, wauw. Ik dacht, dat hele wereld zag de businesses op die manier, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus ik heb dus heel veel dingen gedaan van zelf business, maar dan anders. En plezier met business en dergelijke. En Gary zegt van, ga dat niet op die manier noemen, want mensen zullen niet snappen. En ik van, ja, maar dat is het wel zo. Maar ja, maar hij snapt, dus mensen zullen niet zo snappen. En ik, als ik zoiets van, weet je wat, ik ga dat toch zo benoemen. Ik ga het toch plezier met business noemen. En het boek is eigenlijk vertaald in 16 talen. En elke keer kwam de vertaler naar ons van, hey, in mijn taal, dit woordje, dat snapt niet. Het rijpt niet, het matcht niet. En ze van, ja, het Engels snapt het ook niet hoor, die twee. En ik wist dat het bestaat. En ik leef dat, zeg maar, in die realiteit. En ik ben bereid om dat te hebben. En dat wil ik ook graag dat iedereen dat ook, dat mensen dat ook zou hebben. En maak je zegt, want ik vind dat zo leuk. In het boekje zeg jij over van, ik kan altijd om mijn werk leuk te vinden. En heel veel mensen kunnen, zeg maar, business of werk leuk vinden. En ik was me eigenlijk aan het, ik vroeg me af van, hoe ben jij bereid om zo te zijn zelf voor Access? En ik weet niet of ik het zo, dat ik zeg maar werk leuk heb gemaakt. En dan wacht eigenlijk zo, dus beide. Want ik ging niet kiezen dat ik niet leuk vond. En ik moet wel toegeven dat eerder in mijn jaar, ik had zoveel verschillende banen. En mensen kijken naar je toe, kijken naar je cv. En ik vind, oh, je hebt inderdaad 8 banen in een jaar tijd. En ik van, ja, inderdaad, ik wil graag iets dingen gaan ontdekken. En toen zei van, nou, je bent niet heel erg stabiel. Maar in werkelijkheid is, je moet een baan hebben. En je moet het eigenlijk gewoon vastspijkeren. En meestal, elke keer als ik gewoon iets kies, dan wordt het dus, ben ik gewoon heel goed erin. En toen op een gegeven moment denk ik van, ik ben er klaar mee. En ik van, oké, iets anders. En voor mij is me gewoon bereid te zijn om, weet je, zoveel verschillende dingen wil ik heel graag in mijn leven wel toevoegen. Ik heb zoveel verschillende banen gehad. En ook in verschillende soorten industrie gewerkt. Ook en ook omhoog geklommen. Een van wat er is in een bedrijf. Want ik weet nog een keer al, toen zei ze van, hé, je gaat, die ging met me praten. Ik van, je gaat weg, hè? Ik zei van, ja, ik denk het wel. Ik zei, ja. Want als jij bijvoorbeeld, je werkt zo hard om de top van een bedrijf te zijn. En de volgende stap zou eigenlijk kunnen zijn dat je een aandeel krijgt in dit bedrijf. Maar ik heb het nog niet eens gedaan. Nou, niet eens aan mijn kinderen heb ik gegeven. Dus op een gegeven moment ging ik dus weg. En voor mij is het nu gewoon de keuze die je maakt. Van, hé jongens, als je dit voor wat luistert. En het klinkt dus als jou. En je hebt wat vrienden en familie. Die van, je moet het gewoon eigenlijk
gewoon blijven, weet je, een huisje, boompje, beestjes, of een gezin, of leven moeten hebben. Dan denk ik van ja, en ik van ja, je moet wel een veil, je moet dan een baan hebben waar je dus voor de rest van je leven kan werken. Dan denk ik, nee, ik wil echt de wereld zien. Ik wil graag een avontuur zien. Ik ben gewoon bereid om inderdaad om achter de bar te gaan werken. En secretaresse. En een van de banen wat ik deed is een Griekse restaurant. En ik ging buiten een restaurant ging zitten. En ik van, hey jongens, ik kan een gratis glaasje wijn te krijgen als je komt eten en dergelijke. Ik heb bijna eigenlijk alles gedaan. Ik heb in een corporate wereld in Londen heb ik gewerkt. En in zoals in de modewereld en import en export. Ik heb heel veel dingen, mijn vinger verschillende soorten dingen aangeraakt. En voor allerlei werkzaamheden gedaan. En ik van, goh, weet je bijvoorbeeld, ik ben in een hotel nu. Ik zit in quarantaine. En even bijvoorbeeld, ik heb heel veel dingen op Facebook en Instagram gedaan. En ik van, goh, je doet dit alsof quarantaine hartstikke leuk is. En ik had met Gary Douglas, oprichter van Access, gesproken. En hij zei, je ziet er zo gelukkig uit. En ik van, nee, ik ga niet ongelukkig zijn hier. Hè. Ik vond het wel heel erg interessant. Ik leer heel veel. Ik ga denk ik een podcast gaan doen over quarantaine. Je hebt echt heel veel gewaarzijn over allerlei dingen. En dat ik niet gedacht heb dat dat zeg maar tevoorschijn zou komen. En ik weet je, ik kies hier om inderdaad om gelukkig te zijn. Het gaat niet om een neppe glimlach of zoiets op te zetten. Dus mijn standpunt is meer van, als jij niet leuk vindt om iets te doen, leuk vindt om te doen, dan moet je gewoon iets anders vinden. En je gaat niet een ander, en dan denk ik van, goh, je gaat niet iets anders vinden. En je kan het niet zelf, zeg maar, een andere baan vinden als je bijvoorbeeld ruimte niet gaat geven om te kunnen ontvangen. En ik vraag me ook af van je over praten. En zeg maar, je hebt zoveel verschillende banen gehad in je hele leven. En ik denk van, goh, weet je, van hoe kan jij, word jij dan niet beoordeeld over dat je net een echte baan moet hebben? En ik denk dat heel veel mensen vinden het niet leuk. En ze denken van, goh, ze willen heel graag iets voor zichzelf gaan kiezen. Omdat ze weten van, omdat ze niet, zeg maar, bereid zijn om beoordeeld te worden van wat ze willen graag. Iets willen kiezen. En hoe word jij niet beïnvloed door allerlei oordelen? Meestal van weet je, iemand achter bar te werken en interesse te zijn. Op een bepaald punt, zei Simone, ik leefde in Sydney. En dat was toen, import en export baan had. Ik denk van, ik hou van reizen. En ik van, goh, kan ik toch dat combineren en ook geld kunnen hebben. En dat dus daardoor kan ik combineren. En ik ging met mensen in India, had ik mee gesproken. En in Nepal, in Tibet en in Thailand. Ik heb heel veel in die wereld, in die omgeving gereisd. En ik verkocht dan op de markt in Sydney. En in het weekend vooral. Ik werkte zeg maar 2 dagen in de week, vooral weekenden. Dat was echt lange dagen. En het is ook wel leuk, je kan bijvoorbeeld dingen doen door de weeks. En het was toen heel erg, heel raar. Heel veel van mijn vrienden werken corporate en ze werken dan van 9 tot 5 in een gebouw, et cetera. En ik weet nog op een dag, zei een vriend van mij, ik van, wanneer ga je een echte baan krijgen? Wanneer ga je een echte baan nemen? En ik van, oh wauw, ik wist niet dat ze op die manier naar me kijken. En eerlijk zeggen, ik verdiende veel meer geld dan hun. Ik was toen sales. Ik heb geweldig sales omzet gedraaid weekend. En het moment van een vriend van mij, die vroeg mij. En ik keek toen van, oh eigenlijk, ik ben gewoon heel erg anders. De manier hoe ik naar kijk. En ik blijf gewoon creëren op een manier dat ik het leuk vind. En dit is dus wat ik niet ga stoppen. En ik van, als ik bijvoorbeeld die baan wil hebben, dan ga ik dat. En als ik die baan wil hebben, dan neem ik dat. Als ik dat wil creëren, dan doe ik dat. En ik heb dat ook heel vaak, dat ik heel erg veel business creëer, dat eigenlijk een beetje voor mijn tijd was. En bijvoorbeeld met bonden en dergelijke, allerlei dingen kwam ik dus. En het is eigenlijk voor mij, is het eigenlijk plezier met business hebben. Want dan ga je dus inderdaad van, oh, je gaat misschien vallen en weer opstaan en dergelijke. En dat is voor mij een avontuur. Ik zie het meer als een avontuur. Dus ik denk dat ik bijvoorbeeld een gebied van mijn leven, dat ik denk van, ja, weet je wat, ik ga gewoon oordelen ontvangen. Dit werkt gewoon voor mij. In plaats van een kantoor te gaan werken en een pak aantrekken en dergelijke. Maar ik zeg gewoon inderdaad van, ik denk als jij dus
als jij werkt in corporate wereld, dan zou je waarschijnlijk ook wel lol van vinden. Maar op een gegeven moment is het dus niet. Nee, dus daar is Simone van, ik heb in een afdeling van educatie in Sydney, in industriële dingen. En ik werk toen als minister. Dus wauw, dat was inderdaad wel interessant. Ja, het was heel veel van die dingen van wat legaal is en dergelijke. En ik van, goh, wanneer kom je in? Dan kan je om 5 uur in de ochtend komen. En ik ging dus lange uren maken. En zeg maar, bij de regering kan je bijvoorbeeld vragen om zoveel uren gaan vragen om te gaan werken. Dus, en ik heb ze van, ze willen eigenlijk mijn uren korter maken. Maar ik hoopte dus dat ik bijvoorbeeld geld zou krijgen in plaats van uren. En bijvoorbeeld, wij hebben dus bijvoorbeeld afdeling daar in een relaties, afdeling en relaties, zoiets. En de volgende afdeling, de andere afdeling, was gewoon heel dichtbij. Dat was de communicatieafdeling en ik was gewoon heel erg gefascineerd. Als er bijvoorbeeld de telefoon gaat en dan denk ik, oh, dat is niet mijn afdeling, dus ik ga niet opnemen. En ik van, wauw, het is echt meer gebrek aan het bijdrage leveren van op de werkplaats. Het was voor mij zoiets van, ik snap er niks van. Want, want ik heb hoe ik werk in de business is meer van, hoe kunnen, wat voor bijdrage kunnen wij elkaar zijn? En dat is dat. En maar ik zeg nu over praat over de business. En terwijl je zegt over business, dan moest ik denken van, ik heb een hele andere manier, kan ik waarnemen, van mensen denken van, en wat is dan voor jou, wat is business voor jou business? En Simone zegt, business is voor mij dat eigenlijk veel, dat heel vormbaar is en creatief. En voor mij is eerst wat mij tevoorschijn is bijvoorbeeld genererende energie. Wat ik graag op de wereld zou willen graag zien en willen brengen. En ik van, universum, ik ga je dan schreeuwen of dergelijke. Kijk, vroeger heb je geen social, nu heb je wel social media. En godzijdank voor het internet. En weet je, nu heb je encyclopedia en je hebt telefoon. En dat had ik vroeger dus niet en ook geen mobiel telefoon. En ik van, hoe kan ik dat laten zien? En business is inderdaad zoveel wat je kan creëren op de wereld. En dat is inderdaad wat jij zou graag willen, hoe jouw leven zou kunnen zijn, maar ook in jouw wereld. Het is iets waar je eigenlijk mee kan spelen. Het is zo'n speelplaats van mogelijkheden. Het is voor mij niet zoiets van, ik heb er zoiets van, als jij dus vroeg in de ochtend wakker wordt en er is bloed in je aderen, dan ben jij in business. Het is jouw leven. En hoe ga je dat doen? Ga je een shit leven creëren of een geweldig leven creëren? En wat wil je graag toevoegen? Mensen zien bijvoorbeeld geld en business is meer van dat ze, weet je, het is één pot nat. Maar weet je, ze hebben wel iets mee te maken, maar ik maak het een beetje anders van. Want ik vraag wel omdat er geld tevoorschijn komt. En je weet in Jerry Maguire film van laat maar geld zien. En zelfs als mensen en seks en relatie doen mensen zelf als één pot nat. Ja, ze kunnen wel hand in hand samen. Maar relatie is relatie, seks is relatie. Voor mij is business, geld is geld. En voor mij is meer business hoe jij gaat creëren in de wereld. Hoe je kan verbinden en in actie kan gaan met mensen op de wereld. En ik weet wat werkt voor jou op het moment is op de wereld. Nee, mensen moeten gewoon eigenlijk gaan voor zichzelf gaan. Weet je, te staan of meer zoiets van, wat willen ze creëren? En maar je zegt, ik kijk op het boekje weer aan het lezen en denk van, wat is het eigenlijk nou? En ik van, wat gaat over plezier met business? Maar ze praat eigenlijk over het leven. Dus zoveel tools hier die ik kan gebruiken om je leven te kunnen expanderen. En gewoon weer vreugde te brengen in jouw leven. En ik denk dat, er is heel veel mensen eigenlijk dat ze zoiets hebben van, zij zijn behoorlijk verlamd dat ze niet eens weten wat vreugde is. Met wat nu de hele wereld aan de gaan is met COVID en dergelijke. En met angstaanvallen en zorgen. En denk van, hoe kunnen wij eigenlijk vreugde in ons leven kunnen brengen? Wat zou je graag tegen mensen willen zeggen die zoveel angstaanvallen en zorgen hebben, dat ze niet bijvoorbeeld weten over de toekomst en dergelijke?
En Simone zegt, oké, ja, het klinkt misschien als een beetje van, een beetje raar wat ik nu ga zeggen, maar het is werkelijk, het is jouw keus. Net zoals quarantini, ik word elke dag wakker en ik van, oké, wat gaan we vandaag doen? En dan, ja, ik heb classes en ik heb podcast en media dingen. En ik ging ook boeken lezen, want ik heb heel lang geen boeken gelezen. En weet je, je kan bijvoorbeeld je leven kiezen voor elke seconde en probeer dat ook te zoeken van wat is vreugde voor jou. En ik denk dat heel veel mensen niet weten wat vreugde eigenlijk is voor hun. En vraag inderdaad aan jezelf van wat is vreugde voor jou en wat brengt mij vreugde? Wat brengt vandaag mij vreugde? En ik merk dat bijvoorbeeld gisteren we zitten in de quarantaine, waar dat is wat ik nu ben. Ik wil Netflix te kijken om 2:00 in de middag en om 7:00. En denk ik zoiets van, en denk ik van, ik was voor me echt zo leeg. En ik van, en het lijkt of een bepaalde rare energie. En ik van, oh, wat is dat? En vandaag heb ik zoiets van, oké, wat als je gaat creëren? Want ik hou van creëren. En ik hou van creatief te zijn, of creëren, of binnen met verschillende... verschillende soorten creaties. Ik wil met de. Zij is ook een boek aan het lezen van Matthew McConaughey, denk ik. En ik denk, oké, ga niet televisie kijken pas in de avond. Dan heb ik bijvoorbeeld iets en ik weet dat bijvoorbeeld word ik afgeleid door wat ik kan creëren. En geloof me, ik ben niet zeg maar keihard tegen mezelf. Zo, oké, je moet inderdaad wakker worden en X, Y, Z gaan doen. Er is ook een tijd om te kunnen ontspannen. En ontspannen kan jou ook vreugde brengen. Maar wat is het voor jou dat jou vreugde brengt? Bijvoorbeeld, ik hou om mijn lichaam te bewegen. En het is voor mij belangrijk om elke dag mijn lichaam te bewegen. Het hoeft niet per se iets heel groot. Het hoeft niet zeg maar hardlopen te zijn. Of keihard gaan lichaamsbeweging doen waardoor ik ga zweten. Maar het is geen letterlijk mijn lichaam bewegen. En het kan zijn om even in een zwembad of in een oceaan een plansje gaan doen. En gewoon weet je, iets wat mij vreugde brengt. En gewoon iets doen met mijn vreugde. Bijvoorbeeld faciliteren brengt mij vreugde. Dat is ook werk. Maar heel veel mensen denken van, oh, dus worden eigenlijk een beetje zoals van, oh, het lijkt wel een geheimpje. Oh, ik vind het hartstikke leuk wat ik kan doen. Wat als het oké is? Want ik hou van faciliteren. Ik hou van mijn baan. Ik werk echt, ik maak echt lange uren. Maar niet lange uren om mezelf te doden of als afleiding. Maar ik hou er meer van wat ik aan het creëren ben. Ik vind het leuk wat ik in de wereld ben. En dat brengt mij echt werkelijk vreugde. Dus het laatste 2 jaar, maar ik heb mezelf geleerd om te kunnen koken. En dan breng me, ja, dat vind ik hartstikke leuk. En een lekker glaasje wijn. Dus dat is wel geweldig, ja. Dus iemand... Oh, dus een bepaalde dingen dat ik hier gewoon graag wil vragen. Dus vanuit het boek. Dat is pagina 51. Ik weet dat je het boek niet bij hebt. Maar er is een paragraaf over een dame. Heeft een soort vraag gesteld. Van, ze was een vraag gesteld van de conclusie. Wat is er voor nodig dat mensen om hier te kunnen komen en mij geld brengen? Of geld gaan spenderen? En je zegt van, je vraagt eigenlijk meer van de conclusie. En je praat over, dat zei je van, wat denken heel vaak dat wij vragen stellen. Maar dat zijn we er niet aan. Hoe komen we achter dat wij niet daarheen gaan in de conclusie te gaan, maar meer echt een vraag stellen. Vanwege vraag stellen in plaats van conclusie. Ik denk dat wij hebben met business, hebben wij een beetje lineair denken. Denk van, oh, dit en dit en dit moet gebeuren, zodat mijn business, zeg maar, kan expanderen. Maar hoe kunnen we toch niet daar kunnen gaan? En Simone zegt, ik vind het een goede vraag. Weet je, want ik doe dus, heb een Joy Business Possibilities over de hele wereld. En er is ook een website daar hieronder, kan je dat zien. En ik doe een Joy Business Facilitator Training op dit moment. En we hebben gisteren ook voor gehad. En als je bijvoorbeeld die vraag, die vrouw die in het boek vroeg van, goh, hoe zou het zijn dat mensen moeten komen en geld gaan spenderen. En zij zoekt voor mensen om geld te spenderen. Dat is tussen zoeken van resultaat. En resultaat is geld. Dus als jij bijvoorbeeld als voor mensen van, goh, die gingen dus eigenlijk dat ze hun stem eigenlijk meer doen van, ah, dan is het dus een vraag.
En van nee, het is eigenlijk een statement met een vraagteken van jij weet werkelijk van wat je een vraag stelt of niet. En we kunnen het zeg maar simpeler maken of misschien wel moeilijker maken. We kijken gewoon wat voor soort, wat voor zijn de oneindige mogelijkheden voor vandaag. Wat als vandaag veel meer cliënten en mensen vandaag kunnen komen of dat wij ooit eerder hebben voorgesteld. Wat is er voor nodig dat de business gaat expanderen vandaag? En wat, hoe zou het zijn om meer vrucht te hebben vandaag? En bijvoorbeeld geld voor vreugde en niet vreugde voor geld. En ik zo, goh, hoe zou het mensen zijn om hier te kunnen komen en geld gaan spenderen? En ik van, goh, weet je, het is niet fout of goed om die vraag te stellen van, ik kan gewoon doen. Maar als jij zoiets van, goh, wat zijn de oneindige mogelijkheden voor de business vandaag? En wat zijn de oneindige mogelijkheden voor de inkomensstromen te gaan exponentialiseren? Dus wat jij eigenlijk werkelijk vraagt, is meer van, de universum is gewoon bereid om jou te helpen. En ik van, oké, wat wil je? Vraag me maar. En dan ga je dus alle deuren openen en je weet niet wat er tevoorschijn komt. Bijvoorbeeld een van de businesses die ik heb, en hier is een tool, een van de businesses die ik heb, waar ik dus geld heb. Dus ik geef dus een taak, om bijvoorbeeld een taak te hebben. Het is een antieke winkel in Perrenjong Beach, Queensland. En ik ben ook partner in een antiek shop in Brisbane. En ik ging met de manager ging vandaag praten. We gingen vandaag over hele andere onderwerpen. Van de prachtige tafel. Houten tafel van. Is een muzo zoiets. En dit gaat over een huis waar ik ook mede-eigenaar ben. En van, oh wacht. Misschien kan ik misschien vragen aan de kerel om bijvoorbeeld vragen om te kunnen verkopen. En Mark is zeg maar een goed idee. En ik van, goh, wat zou het zijn om meer mensen te komen en die dan de geld te gaan besteden. Maar dat is eigenlijk dat je dan eigenlijk filter je eigenlijk focus. Maar als je bijvoorbeeld zegt van, hé, welke oneindige mogelijkheden zijn er beschikbaar? Toen ging er met een kerel, ging er met elkaar kletsen. En ik van, goh, hij is was ook goed en hij ging dat ging van verkopen en dergelijke. Toen kan misschien iemand kan je naar je winkel komen en ik ga het gewoon kletsen. En die misschien wel een leuke hond en dan kunnen we daarna een chat. En 6 maanden later of kerst komt eraan, 2 misschien later. En dan denk ik, oh, weet je wat, ik ga naar de antiekwinkel van mogelijkheden en dan ga ik daar wel mijn Christmas inkoop gaan doen. Want het kan zijn dat we vandaag geld niet gaan besteden. En weet je, dan ga je zeggen, oh, wacht even, wat is er dan? Wat voor conclusie trek je dan? En denk van, hoeveel mogelijke toekomstige ben je aan het doden? Gebaseerd van alleen maar gefilterde conclusieve realiteit dat je denkt. In plaats van andere mogelijkheden te gaan vragen en te bekijken van wat je op die dag kan doen. En maak je zeg maar, ik denk dat heel veel mensen heel erg bang dat van ze weten niet wat er tevoorschijn kan komen. Ze hebben zoiets van, oh, ik wil graag weten wat er tevoorschijn kan komen. Ik wil graag weten wat er tevoorschijn komt. En mijn vraag is eigenlijk meer van, hoe kunnen wij zeg maar ons uit die situatie te gaan halen om niet angstig te zijn? En volgens mij heeft het mee te maken met ontvangen. En je hebt het heel vaak over ontvangen hier in dit boekje. En ik denk dat heel veel mensen hebben zoiets van, ze hebben een hele verkeerde gedachte van wat business is. Want ontvangen in business, dan denk ik van, goh, weet je inkomsten kan dan omhoog schieten en dan kan je ook meer geld hebben. En denk van, goh, je weet niet wat er tevoorschijn zal komen. En dan kunnen we bijvoorbeeld gewoon daar zijn, meer vragen stellen. En dit zou misschien op een hele andere manier van functioneren. En mensen kunnen zeggen van, oh, ik wil daarheen gaan, maar ik weet niet waar het moet kunnen gaan. Maar ik weet niet of het wel lukt. Dus dit is dus zeg maar een groot ding over vertrouwen. Je praat hier ook over vertrouwen. Hoe kunnen wij onszelf zeg maar meer onszelf te kunnen vertrouwen en ook om ons gewaarzijn te vertrouwen? Want ik denk dat heel veel mensen het een beetje eng, vooral in business, want business en geld worden eigenlijk tezamen gebracht, ook om de ene pot nat wordt ding. En Simone zegt, het is best een groot onderwerp, we kunnen verschillende richtingen gaan. Er zijn heel veel stukjes die we kunnen zich oppikken. En we doen dit interview van, ik wil heel graag sterk aanbevelen om het boekje te gaan lezen, als je nog nooit gehoord hebt. En zoals ik al zei, het is in 16 talen. En gaan Joy of Business doen. En ik heb een business, maar dan anders class. Komt eraan, eind van deze maand, denk ik. Volgens mij begint het om 31 oktober. Het is online.
Dus, en dan, weet je, dat is een, je hebt een handleiding. Je kan echt doorheen gaan op verschillende manieren. Kunnen doorheen doen. En snel hier op live wil ik graag iets, een paar dingen benoemen. Ten eerste is, hoeveel dagen heb jij dat jij bijvoorbeeld denkt van, dat jij denkt van, goh, hoeveel dagen komen bij jou, zeg maar, toch voor schijn? Precies zoals jij denkt van, oké, dat je nacht ervoor denkt van, oh, dat zo komt het zijn. Dus niet waarom wil jij je... je business voorspelbaar te maken, terwijl je leven niet eens te kunnen voorspellen. En wat als het echt werkelijk als om avontuur van je leven te hebben en ook de business te hebben en ook om in vraag te stellen. Dat is dus waar wij dus over hebben van dat is om niet conclusieve realiteit te hebben en letterlijk vragen van als je vragen gaat stellen, begin je dus informatie te ontvangen. Ik bedoel van... goh, ik weet wat ik gedaan heb. Maar als ik jou een conclusie of jou gaat inbegrepen, bedoel ik. En dan krijg ik dus jouw gewaarzijn ook. En ik ben ook, en ik ontvang ook van jouw gewaarzijn. En wat kan ik van jou ontvangen? En ik denk, oh, maak je muziek. Maar jij gaat mij interviewen en jij doet een interview. En mij, ik vind dat jij een heel goede interview bent. En ook met Joy Business Book. En dat is ontvangen. Dat is een bijdrage die we elkaar zijn. En het is de energie zoiets van, goh, van wie kan ik vandaag nog niet ontvangen? En als jij bereid te ontvangen om energie ook te ontvangen, zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld heel veel energie niet ontvangen. En denk van, goh, wat je net zoals van iemand die bijvoorbeeld, bepaalde mannen die wil niet ontvangen van vrouwen. Of een bepaalde vrouw die wil alleen maar bepaalde mannen kan ontvangen en dergelijke. En denk van, goh, dit is alleen business alleen voor de tieners of over 50 jaar. Wat als je niet, zeg maar, niet buitensluit van bepaalde dingen, maar gewoon open stelt voor iedereen. Zoals Good Vibes For You die ik had voor de Access Consciousness. En ik vond het wel hartstikke leuk. Dus toen ik begon Access Classes te deelnemen. En een van de dingen, en ik we hebben wel t-shirts, echt magneten en dergelijke. Heel veel mensen zeiden tegen mij van, oh, wie is jouw publiek? Wie is jouw cliëntel? En ik denk van, goh, iedereen die eigenlijk iets in hun leven een gebied wil eigenlijk veranderen. Iemand die het leuk vindt om iemand te wil inspireren. Maar heel veel mensen willen graag in een bepaalde doos te zetten. En ik denk van, dat kan ik niet. En ik denk van, oh, kan ik zeggen vrouw van tot 35 of boven 35? Nee, dat is echt voor iedereen. Dus zoveel projecties probeer je dan in mijn bepaalde doos te zetten. En ik denk van, nee. En ik denk van, goh, het is echt voor iedereen. En ik had toen echt mijn sticker daar te komen dus op een avond. En ik had een keer al naar me toe, heeft lang haar, leren broek aan, Jack Daniels t-shirt. Hij is een biker, motorrijder. En hij zit in een club, ik heb hem geleerd, hij zit in een club en niet in een gang. Dus hij zit in een bepaalde bikersclub. En hij kijkt naar mijn sticker en ik denk van, oh, ik ga dit kopen. En het was over Gandhi Corp en wees de verandering die je graag in de wereld wilt zien. En ik keek naar hem en van, ga je dat doen? Hij zei, ik ga op de achterkant van mijn motor ga ik plakken. En als ik bijvoorbeeld een standpunt heb, een conclusie heb, dat mijn klanten is echt vrouw van tot 35 bijvoorbeeld, dan zou hij dezelfde ruimte en ontvangen van mijn business erin willen lopen. En dan denk ik van, en dan pas kijken naar mijn business. Nee, waarschijnlijk niet. Maar ik was bereid om hem te ontvangen. En hij was bereid om te ontvangen. En dat ging dus, de business ging dat weer expanderen. En als je kijkt naar de energie daarvan, dat is niet moeilijk. En mensen proberen inderdaad van dat is gewoon om wat anders te maken. Maar echt eerlijk, als jij bijvoorbeeld ontspannen, echt werkelijk aan ontspannen bent. En ontdekt van wat de ontspanning voor jou is. Jouw business zal 50% tot 75%. En dan denk ik, maar dat is dus de energie waar ik kan waarnemen als ik met jou praat. Je bent echt zo aan ontspannen. Met meisjes te praten, mee in quarantine te zijn, alles wat leuk. Je hebt echt een bepaalde energie. Is meer van, je bent zo ontspannen. Je zit daar gewoon. En chillen en relax. En dat is gewoon hartstikke goed. En van daaruit denk ik van, oh. En dingen dat kan gewoon meer gaan expanderen, meer. En dit echt boekje is gewoon, brengt echt, ja, dat ik gewoon op de sprake brengen. Dat is geweldig. En Simone zegt van, ja,
Weet je, ik zit in quarantaine en ik van gewoon, oké, in een hotel zit ik niet. Ik ben niet mee eens. Ik vind dat ik een stom ben. Iedereen niet in een quarantaine moet zijn, in een hotel of zoiets. Ik heb 2 COVID-test gedaan, het waren negatief allebei. En ze toch moet hier gaan zitten en bla bla bla. Er is ook heel veel shit in de wereld aan de gaande is. En ik denk dat ik heel veel, bijvoorbeeld in Australië, wordt heel veel shit aan de gaande. Maar hier is het. Maar weet je, dit, en ik denk van, goh, moet ik hier dat tegen gaan vechten? Met dat, zeg maar, met de woede? Of zal ik gewoon mezelf te zijn en denk van, oké, hier is als ik er goed is. En ik van, goh, weet je, ik heb een, ik weet niet wat iets op ik heb een soort fiets en ik heb een balkon hier en ik heb gewoon mijn salade. En weet je, misschien nodig ik mensen uit van dat voorbij een andere realiteit, voorbij deze realiteit, een andere realiteit, voorbij deze realiteit. Het maakt niet uit hoe het is. Van, maar weet je, van, wat ga je kiezen? Wat ga je kiezen om te zijn? Net zoals ga je het mantra van Access Consciousness, van alles van het leven komen toe met gemak, vreugde en glorie. En ik vind dat hartstikke leuk om te genieten. Alles komt tevoorschijn als rozen en alles wordt het goed. Jee, nee, het is inderdaad. Soms komt er echt een hele shitstuff om naar je toe. Bijvoorbeeld, ik werd vanochtend wakker en denk van, oh mijn god, nog een 7 volle dagen hier. En denk, oké, weet je wat, dat ga ik kiezen. En ik van, oh, alles van het leven komt me toe met gemak, vreugde en glorie. Dat betekent dus de goede, slechte en de lelijke dingen. Dus jij kan dat, zeg maar, omarmen. Je kan het ook zijn, het kiezen. Je kan het ook zijn met je business en je met je geld. Geldstromen. Jij kan het wel zijn. Het is allemaal, je kan het kiezen. Het is jouw keus. Maar ik zeg van, ik kies inderdaad gewoon om mezelf te zijn. En in het laatste hoofdstuk is wat jij zegt, jezelf zijn en de wereld veranderen. En ik heb heel veel businessboek gelezen, maar niets van hem is de enige boek dat praat over business. Maar het gaat ook over jouw jezelf zijn. En wat betekent de hoeveel jezelf zijn, brengt zoveel in je leven toe en ook in je business. Ik ben zo dankbaar dat ik het eigenlijk geschreven heb, het laatste hoofdstuk. Ik was gewoon een huilen toen ik zeg, vannacht aan het lezen was. En ik was als ik zit te denken. En van je bracht gewoon heel veel tranen. En heel veel mensen, hoeveel mensen hebben zoiets van, ze kunnen niet zichzelf zijn. Zeg maar, tegenwoordig dat ze niet kunnen zijn, vooral. En ja. Wat? Dat gaat altijd wel tegelijkertijd. Oh, wacht, nu zegt Simone. Inderdaad, wat jij nu zegt, van, ik krijg toen een bepaalde soort visie. Van, weet je, dat mensen die gaan soort van werken in de corporate wereld. Dus ze gaan naar werken en je weet ervan dat je naar bepaalde, dat je, nou, je gaat naar werk doen, je hebt bepaalde personen en dan ga je naar huis doen. Heb je ineens iets anders of het is weekend, dus dan iets heel anders. Wat als je gewoon jouw gebruik constant, altijd. Ik bedoel, wat verberg je eigenlijk van andere mensen? Wat een casual zelf die je bent, als je bijvoorbeeld een biertje neemt. Oh, jij om hier planeet te zijn, jij als oneindige wees te zijn hier, dan kies dan. Als jij bijvoorbeeld naar een vergaderzaal komt, met dezelfde mentaliteit als jij dat hebt aan een zondagmiddag, dat je bijvoorbeeld zou gaan rondhangen met iemand. Ik, voor mij is het meer attractief. Ik vind het veel meer leuker als iemand zou zijn. Het trekt mij meer aan. En ik van, goh. Ik zei van, ik werd bijvoorbeeld de quote vanochtend gelezen, ik weet niet van wie het was. Maar het was zoiets van, doe altijd dingen, ga niet dingen wat makkelijker worden, maar en wees gewoon dat het wel dat beter is. En ik, hey, wacht, dingen kunnen gewoon makkelijker zijn en ook beter zijn. En de tools die jij bijvoorbeeld in deze boek hebt bijvoorbeeld gegeven, is wat gaat over energy pool. En ik ga niet vragen van, ik ga niet praten over van dat je, hoe jij de energiepool moet doen. Maar het is gewoon echt een cliffhanger, want je moet eigenlijk een boek lezen. Maar ik heb echt een soort vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid is van, wat heb je eigenlijk naar je toe getrokken in je business, in je leven? Ze wonen echt, ik zelf persoonlijk, oh, zoveel. Echt, ik kijk bijvoorbeeld pas geleden denk ik van, oh, ik heb echt zoveel dingen wat ik om gevraagd heb, zijn tevoorschijn gekomen. Bepaalde punt dat ik denk van, oh, ik moet eigenlijk meer vragen. En ook meer vragen, begin te vragen, om te kijken wat mijn vraag is. Niet mijn billen, want Engels, het Engelse woordje vragen klinkt zoals billen. En wat is eigenlijk, wat is wat ik eigenlijk kom vragen? Want ik heb echt zoveel dingen.
Ik heb investeringen waar ik succesvol ben. Ik werk met Access Consciousness voor 21 jaar lang om de tools te gebruiken en processen en klassen faciliteren en in de business te zijn. Het is aan het expanderen. En het is fenomenaal, het is geweld. Het matcht de energie wat ik heb graag, wat de wereld wil creëren. Of wat ik eigenlijk nu al aan het creëren ben hier op de wereld. En ik heb zoiets van, goh, eigenlijk alles van mensen die tevoorschijn komt in mijn leven. En de huizen die ook tevoorschijn komt. En zelf toen ik was te kijken en ik heb een paar jaar geleden, denk van, goh, wat wil ik graag doen? Waar ik graag wil leven, bedoel ik. En ik hou van, reis heel vaak en ik vind het leuk, energie van thuis zijn. Oh, dus mijn keuken, mijn bed en dergelijke. Ook hou ik van reizen. En ik van, hoe zou het zijn om ergens in Europa te hebben of in Amerika? En je ook te hebben in Australië. En op een gegeven moment letterlijk 3 plaatsen op de hele wereld hebben. Dat ik dat kan zien als van, oké, dat is zeg maar huisgevoel. En ik kijk dus naar Costa Rica en El Hogar. En ik was daar en een resort wordt daar zeg maar gebouwd. En ik denk, oh, ik heb een privé iets daar. En ik denk, oh, dat heb ik dus gecreëerd. Zodat ik zeg maar naar Costa Rica ga. En ik heb ook een plaats in Australië. En ik ben ook een mede eigenaar in een kasteel in Italië. En ik denk, hoe zou het zijn dat ik een mede-eigenaar zou zijn van een kasteel? Dus ik ben toch deze plaatsen op de hele wereld aan het creëren. En ik denk, oh, wat wil ik nog meer gaan vragen? En weet je, sleutel iets van heel veel mensen van, ja, weet je, van, oh, verdomme, ik heb dit niet. Maar overal waar je naar verlangt in je leven of je business, en dan kom je tevoorschijn, zou het dan tevoorschijn komen, twee dingen hoe het zou moeten komen. In plaats van dat het fout is, wat je ook gefaald hebt. Maar vraag van, hoe wordt het nog beter dan dit? En wat is verder nog mogelijk? Wat is voorbij hieraan? En echt letterlijk, want als jij bijvoorbeeld begint vragen te stellen, het opent meer mogelijkheden dan wat je besloten hebt, wat je gefocust hebt en conclusie hebt getrokken als een resort. Dan denk ik van, ah, dat is van, dat het zo moet zijn. Maar gewoon vragen van, goh, wat is er nog meer mogelijk en verder. En ik denk dat wij geen tijd meer komen, zoiets. En ik van, ja, dus je inspireert me. En ik heb eigenlijk 100 vragen. En wat ik je nog wil vragen vandaag, is wat je had over je lichaam bewegen, geeft jou vreugde. En ik weet hoe lang geleden het was dat je dit boekje hebt gemaakt en geschreven hebt. Dus een tijdje terug, zegt Simone, maar er zijn zoveel dingen veranderd in je leven. Maar dus, oké, wat is plezier met business voor jou nu? En wat zou je graag in de wereld willen zien van nu af aan? En mijn originele vraag toen ik dit boekje aan het schrijven schreef, is eigenlijk nu niet veranderd. Want ik wil echt heel graag dat elk business in de hele wereld, dat ze weten dat Access Consciousness bestaat. En alle tools van plezier met business is van Access Consciousness. En heel veel leuke verhalen daar. Want ik heb heel veel dingen gedaan. En heel veel dingen gezien. En hopelijk kunnen die verhalen jou inspireren. En voor je eigen leven ook. Dus voor mij is elke business, dus ik verlang dat elke business bijvoorbeeld weet dat Access Consciousness tools bestaat. Want voor mij persoonlijk, mijn leven heeft zoveel veranderd voor de afgelopen 21 jaar. En ik snap ook dat Access niet voor iedereen zou kunnen zijn. En ik wil gewoon graag weten dat iedereen weet dat het bestaat. En ik weet niet wat ik zou eigenlijk gaan doen als ik bijvoorbeeld Access niet zou zijn. Ik weet zeker dat ik dan niet zo gelukkig zou zijn, dat weet ik zeker. Dus dat is eigenlijk mijn target voor altijd al. Voor altijd zou zijn. Dus, want ik weet dat ik niet zoveel tijd heb. Maar dit is een boek van Gary Douglas. Die heeft geschreven. En dat is Magic You Are Be It. Magie, jij bent het. Wees gewoon zijn. In Brisbane hadden wij bijvoorbeeld. Ik weet nog een keer dat Ober dus zegt van, oh, ben jij Gary Douglas? Ja, ik zei, ja, dat klopt. Oh, ik heb je boek gelezen. Magie, jij bent het. Wees dan. En ik dacht, oh, wat geweldig. We hebben een bepaalde gesprekje, een kort gesprek. Dan hadden we een menu en ze van, oh. En dan keek ik naar de menu toe. En ik was echt wel letterlijk aan mijn lichaam aan het vragen van, goh, mijn lichaam, wat zou je graag willen eten? Want ik heb wat geleerd bij Access van,
vraag aan je aan van wat zou je graag willen en niet jou. En ik vroeg aan Gary en hij dacht van, hij keek me aan en ik dacht, oh, ben jij aan je lichaam vragen wat het wilt eten? En dat was wel zo schattig en wij moesten allebei lachen. Oh, dat zei de ober of serveerster, zei dat, kan je je voorstellen dat het lichaam, dus maar gewoon, oh, die, kan je voorstellen in een restaurant gaan en denk van, oh, wat zou je lichaam graag willen? Dat was super leuk. En ik kom terug van Amerika in Amerika en ik zeg van, oh, ben je nog steeds daar aan het werk? En ik denk, hoe doe je? Was nooit echt werken. Nooit daar aan het werken ermee. En weet je van, wat? Wat als elke business? Ik zal even je een hint geven. Als jij een retail winkel hebt en elke persoon waar je interactie hebt, en als je bijvoorbeeld iets koopt, een onkoop niet, vraag je dan voor, hoe wordt het nog beter dan dit? En wat is verder nog mogelijk? Want je weet maar nooit wat er tevoorschijn kan komen. Dus als elke winkel dat zou gaan doen, en elke restaurant heeft het ook de energie, een soort van, goh, wat zou ik graag, lichamen graag verlangen? We leven in een hele verschillende wereld, dat wil ik graag vertellen. Oké, ik zal even mijn mond dicht houden. En ik zeg, dankjewel. Ik wil eigenlijk dat je gewoon wat praten. Want dus, oké, er is een zin dat ik hartstikke leuk vind. En ik wil dat graag delen. Het is gewoon één zin. Dus vertalen. Maak je zorgen, het is echt een zin. Het is maar één zin. En pagina 152 in Engels is dat. En wat is hier juist wat ik niet snap? Hier staat het. Je kan nooit een fout maken. En ik vind het zo leuk. En ik heb het zelf onderstreept. En ik denk van wauw. Wauw. Want wij oordelen elkaar. Wij oordelen zeg maar heel vaak. Oh, ik heb het niet goed gedaan en dergelijke. Maar hier. Je maakt dat nooit eigenlijk een fout. En ik denk, oh mijn god. Dit is een bepaalde van ontspanning. Om dan toe met echt eigenlijk met deze zin. En dat echt vraag. Dan denk ik, oh mijn god. Echt, dit boekje hier. Het is echt zo leuk om te lezen. Het is echt een vreugde om te lezen. Nou, het is vertaald in, wat zei ik weer, 16? Ja. En ik denk van, goh, geweldig. En mensen hebben eigenlijk geen excuus om niet te lezen. En ik beloof je, het is echt zo leuk. Je zal van genieten om dit van te lezen. En als je het gedaan, als je het al gelezen hebt, lees het opnieuw. En ik vind het wel leuk, zegt Simone, van oké, ik heb het boekje al heel lang niet gelezen. Want natuurlijk heb ik wel classes gefaciliteerd. En soort van als ik van. En dat heeft mij wel geïnspireerd om van mensen en ook op dit moment en ook mensen in de toekomst. Dat je denkt van oké, je maakt nooit. Je hebt nooit een fout, maar je bent nooit verkeerd. Dus. En die zin dat, ga het boekje lezen. En ik zal het even hier opnieuw schrijven. Plezier met business.com. Joybusiness.com is dat. Het is ook een app. En het is ook een geweldig. Het vindt jou met verschillende vragen. En het vindt jou. En als je denkt, goh, inspireert jou en motiveert je om misschien energie te kunnen veranderen vandaag. En ik heb ook business, maar dan anders klaar. Dus kan je het ook vinden. Je hebt mijn website hier, simonemalessus.com/bdd. Wat ik zeg, aan het eind van deze maand heb ik er eentje. Er zijn heel veel GCF over de hele wereld. En als je kijkt van, oh, als iemand de pink gaat doen, ik wil graag Jack aanbevelen om het eendagsklas sowieso te doen over Access Business Money. Er is geen vereiste wat je ervoor moet doen. En lees voor het boekje. Om je dat zeg maar in de mode te doen. En maak je zeg maar, oh, het is zo leuk om dat te lezen. En zoveel vragen. Je kunt het zeg maar elke dag gebruiken. En ook een aantal oefeningen dat je kan doen om je business te kunnen expanderen. En het is echt werkelijk zoveel leuk. En het is iedereen. Ja, en het is niet hartstikke moeilijk om te doen. En het is ook heel veel zeg maar homeplay. Erin. Dus om te spelen. Dus niet huiswerk, maar om te spelen. Dankjewel Simone. Dankjewel alle vertalers die ook bijvoorbeeld in voor ons allemaal zeg maar ons gesprek aan het vertalen. En ik hoop dat wij snel
zullen spreken. En Simone zei, ik hoop dat ik jou binnenkort zou kunnen zien. Misschien in Australië, Japan is samen aan het creëren. Ik weet het niet hoor. Ik weet eigenlijk niet over de creëren dingen. Dat moeten we gaan veranderen. Maar goed, door op jullie allemaal. En visjes en iedereen, dankjewel die er hier zijn, die nu aanwezig zijn en in de toekomst gaan zien. En alle vertalers, dankjewel dat je bent voor je bedrag. Wat voor lopen we vandaag hebben, wat voor mogelijkheden zijn er vandaag. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. There is JCFs all over the world. You know, find one that works for you. One that, you know, just pings you and you just like, yes. And I highly recommend going and doing at least one of the one-day classes, Access Business and Money, and then the three-day class, Business Done Different. There's no prerequisites. Highly recommend, though, obviously, reading the book because it's going to set you in that mode, you know, maybe you have yeah. some... Hmm. It's so much fun to read, and there's so many questions, like you can use every day, and few exercises you can do to, like, expand your yeah. business in your life, and it's just really so much fun. So yeah. Everybody, yeah, there's please home play copy. In the book, not homework. Yeah. There's home play. Yeah, it is home play because it's just so much fun, and I've been doing it. Cool, awesome. Awesome. So thank you so much, Simone, and thank you so much for all the translators who've been translating for our little chat. And we hope to chat again soon, hopefully. Yeah. And well, I hope to see you soon. I think maybe Australia and Japan are creating something, so you never know. We'll see. You never know. Yeah. I'm not sure about this quarantine thing again, though. So we're going to have to change that. So, yeah. Anyway, exactly. I love you lots. Big hugs. Mwah. And to everybody out there who came on that's listening now and in the future, and to the translators, friggin' adore you. Thank you so much for your contribution. And what else is possible today? What else can we actualize? How much fun can we have? Thank you, thank you, thank you.